We hebben hier de morgen met de buurtbewoners en natuurlijk in goede afstemming met de nabestaanden een stille loop gehouden ter eerbetoon van onze dierbare buurman die tragisch is heen gegaan op de vooravond van 7 januari jongsleden. Het is natuurlijk op de eerste plaats medeleven betonen aan de nabestaanden. Een beetje de leed helpen verzachten wanneer we zo'n dierbare moeten verliezen. En natuurlijk een beetje aanwakkeren, bewustwording van criminaliteit. Dat de gemeenschap toch wat preventief te werk gaat. En waar nodig de nodige tips geeft aan de politie. En natuurlijk van regeringszijde dat zij ook de volle ondersteuning en tools geven aan de politie. Zodat ze optimaal kunnen opereren. Ik ken meneer Van Silda vanaf kleins af in principe. Hij is eigenlijk iemand die op Lelydorp dingen doet voor mensen, ook voor de jeugd. En dit is meer om hem te wijzen dat wij het niet zo leuk hebben gevonden dat hij zo, op zo'n manier is heen gegaan. We hebben hem ook al jaren gekend. Dus het is ook een groot verlies voor ons allemaal. Dus daarom doe ik mee eigenlijk. Om de familie ook te ondersteunen in dit groot verlies. John was, ik ken hem als een zorgzame vader, een sociaal bewogen mens, vriendelijk. Je kon altijd een babbeltje met hem voeren. En hij heeft zijn winkel draaiende gehouden om de buurt een beetje bij elkaar te houden. En voor kleine zaken zijn we dan dicht bij hem. En hij behoorde gewoon tot een van de grote familie daar aan de Javaweg. We waren zo betrouwbaar dat wanneer hij iets lust, tegen buurvrouw gewoon zegt, neem wat je nodig hebt in de winkel, zout, vlees en noem maar op. En maak een moxalisi en dan eet ik mee. Of een soto of een bami. Zo gingen we met elkaar leven, met de heer John Van Silda. John was geen onbekende in de samenleving. Ieder op Lelydorp wist waar Van Silda te vinden was. Dus het is heel pijnlijk. Maar ja, het is rechtsom pijnlijk en linksom pijnlijk. Rechtsom, omdat we dus een vriend verloren hebben, John Van Silda. Een vriend voor velen, een buurman, een vader. Maar linksom is het ook een pijnlijke ervaring. Want het is een buurtgenoot die het gedaan heeft. En men staat er niet bij stil. Maar het is een vader van kinderen. Zoon van een buurtgenoot, broer van een buurtgenoot. En die moeten allemaal verder. En de vraag is, hoe gaat de gemeenschap om met die mensen? Ik hoop niet dat er allerlei verwensingen naar ze gegooid worden. Want ze hebben geen deel hierin. Dus ik hoop dat ze ervan gevrijwaard blijven. Ja. Ik had niet verwacht dat er zo'n grote opkomst zou zijn. Ik wist wel dat hij heel erg gesteld was op deze gemeenschap. Hij was ook altijd wel trots op wat hij heeft opgebouwd. En ook dat hij tot deze gemeenschap mocht behoren. En ja, het doet me ook echt heel veel om te zien wat jullie allemaal uit eigen beweging voor hem hebben gedaan. Om hem hiermee te eren. Dus ik ga hem heel erg missen. Hij was echt mijn alles. En hij was ook voor mij. Alles. En jullie konden hem geen groter eer bewijzen dan wat jullie vandaag voor hem hebben gedaan. Het was ook een eer voor mij om met jullie mee te lopen. Ik heb gesprekken kunnen voeren, terugherinneren, dingen die ik ben vergeten. En het doet me echt goed dat ik toch wel dit heb mogen meemaken. John was iemand, je kon altijd een beroep op hem doen.
groot en klein, kwam praten met oom John. Hij was altijd bereid te luisteren. Hij was altijd bereid te luisteren. En daarom heeft hij ook die winkel geopend. Hij zegt de buurt. Het is een buurtwinkel. Iedereen kan terecht. Want je gaat niet voor een pak brood, dan moet je in de file komen hier. Dat was, dus John zei, de buurt heeft dichtbij lekker even snel op de brom, op de fiets, op, met de auto, kom even snel wat bij John kopen. John zei altijd, kleine winst, zoete winst. Dat was zijn motto. Hij wilde iedereen tegemoet komen. Ik weet dat John's geest hier met ons is. Ik weet het. Hij is dankbaar voor jullie aanwezigheid en dat jullie de nodige ondersteuning aan ons geven. En het is prachtig. Ik heb het niet in woorden, kan het niet in woorden uitdrukken hoe u ons ondersteunt. U geeft ons kracht om verder te gaan. We gaan het doen en John wil dat we ook verder gaan. John was een sterke man. Hij heeft dag en nacht gewerkt. We hebben hem ondersteund. En ik denk dat John wil dat we sterk samen verder gaan. Het leven is te kort. Ruzie of vechten om materiële zaken. Het heeft geen zin, want je neemt niets en nogmaals niets mee. Niets mee. En als je iets zegt, denk eerst voordat je iets zegt. Want woorden komen in de kosmos en het kan verschillende effecten hebben. Dus mensen, ik vraag u, heb respect en eerbied voor uw familie, uw medemens. Het leven is te kort. Vechten om materiële zaken, waarvoor? Je neemt niets mee. Dus, als je niet ervoor gewerkt hebt, vecht niet ervoor. Vecht niet ervoor. Als men je iets geeft, dan moet je dankbaar zijn dat je iets krijgt van de persoon. Laten we samen verder gaan en mensen, het leven is te kort. Amen. Toch? Is mooi en zeg van ook aan de mensen van wie je houdt dat je van ze houdt. Amen. Want wanneer ze dood zijn, dan is het te laat. Ja. Dan is het te laat. Toch? Als je iets wil zeggen aan iemand, zeg het. En wacht niet, uitstel. Doe wat je nu kan doen. Dank u wel. Yes. Ik wil ook namens Johnneke, roepen we hem, kenbaar maken. Dus dat we zaterdag, zondag de winkel gaan openen voor de buurt. En dat we tegen een zacht prijsje dat men terecht kan. Dat was John's. Ik denk dat John volledig achter ons staat als we dit initiatief nemen. Dus u bent zaterdag, zondag welkom. U krijgt een zacht prijsje en u mag spullen kopen wat u graag wil. Nogmaals dank namens John ook. Je vader geeft me kracht, John. Je vader geeft me kracht. Je vader geeft me kracht. Je vader geeft me kracht. Ik heb een naam van die spreekers. Gaat zo. Sally met de vader.